14 oktober. Vandaag een hele waslijst. Laminaat, laat stukken eruit halen. Naar de stortplaats brengen. Een balkonzetje in elkaar zetten. Balkon eventueel decoreren. Verf halen voor de muur. De kleur is vakantie geworden. Dat is een beetje olijf, maar dan lichter groen, zeg maar. Die gaan we dan halen. Nog een klein kastje schilderen. Misschien kunnen we al beginnen met de slaapkamer schilderen. Dat zou top zijn. Nog een paar dingen, maar ik weet het lijstje niet in mijn hoofd. Ik ga nu een eitje bakken voor mij en mijn moeder. Om even op te laden. Ik was al 6 uur wakker. Maar het is nu... Wat is het nu? Het is 9:05 al. Ja, ik merk echt wel aan alle fronten dat dit best zwaar is. En dan heb ik nog niet eens zoveel geklust. Maar weet je, dat is het als je binnen een week wil gaan verhuizen. Dan heb je dus dit. It's all in the game. Ik moet over een week weer werken. Over een week, Joyce. Easy on. Even een momentje hoor, maar dit is de dag dat ik ga verhuizen. De houdbaarheidsdatum van mijn melk. Oh joh, is zo moe. Oké, niet klagen, niet klagen. Stay positive, stay positive. Gewoon tranquilo verhuizen, gadver. Als je vaatwasser het meer doet. Oké, dit is dus mijn berging. En dat zit in zo'n lange hal. En hier ga ik dus mijn kerstspullen en zo neerzetten. En zo'n stelling komt ook hierachter. Dus ik heb echt... Die geluiden, ik moet er echt aan wennen. Dus ik heb plenty of room. Maar we hebben dit steekwagentje nodig. En dat is ook Red Bull. Als ik zo op het plaatje kijk, dan lijkt het alsof dit omhoog gaat. Ja, maar het is een kwestie van hoe je hem zet natuurlijk. Hij moet in ieder geval... Kijk, dit is de onderkant. Dan nou, mij lijkt het logisch dat het zo... Ja, zo moet het. Nee, want jij hebt hier... Ga je nu... Oh, wacht, andersom. Ja. Wacht even. Ja. Nee? Nee, dit is dat... Dit is dit. Dit is staande. Dit is dit. Zo? Kijk, zo moet ik hem draaien. Nee. Kijk, hier zit de schroef... Oh. Ik ben het zo goed. Ik kan klussen. Ja. Toch zijn we weer afhankelijk van de man, hè? Ja. Ongelooflijk. Dat is de lange. Ja, maar je moet geen lange hebben. Jawel, dat staat er. Dit, kijk maar. Maar voor deze, voor dit. Moeders die het altijd beter weet. Nou, je moet bij alleen laten klussen. Ja. Het balkonnetje staat hoor. Ga eens even aan zitten, nee, moeders. Ik dacht dat het wel aan de zijkant. Wil je hem andersom? Wil je hem dwars? Nee, ik wil hem dat meer naar die kant. Nee, ja, maar nou, hij moet wel op een vlondertje staan. Lukt het? Alles waait weg. Oké, doe jij dat? Dus dit moet in de auto. Maar het is echt gigantisch veel. Oké, vriendin, hoe gaan we dit doen? We zetten hem aan die kant, want hij is aan het filmen. Hoe gaan we dat doen? Los. Waarvoor heb ik dat gedaan dan? Dat was omdat je moest voorkomen dat het... Nou, dat hoeft helemaal niet. Nou, haal je aan de andere kant los daar. Ja? Dan doe je het per planken. Nee, per... Oh, man. Het zijn 4. Ja. Ik heb traanoog. Als jij de achterkant omhoog wipt, want het is te zwaar. En dan schuiven, dat mag wel toch? Ja, dat kan. Efficiënt mogen. Ja. Gelijk lekker. Goed, dit gaat toch never nooit passen daarin? Ja, als je die camera weghaalt. Ja, maar dat,
Kom maar. Alleen maar voor het idee. In de lift. Met hout. Naar beneden. Wat doe jij? Wat zijn we? Je moet ze laten schrikken. Ik ben moe. Kijk nou, al het laminaat en een plantje. Toch mooi? Ja. Wil jij die ondervloer nog even erin? Dan kan jij erin. Oh, en die plinten. Oh, die moeten ook mee. Die kunnen er schuin in. Oh, glanswit. Oh ja, wat een verschil. Wat een verschil. Ik zag het toen je dat randje daarboven ging doen. Zag ik daaronder hoe geel het was. Mooi man. Alleen al met de primer erop. Want daar staat al primer op, hè? Dit is primer. Ja. Maar die primer is semi-dekkend. Dus mocht je dit willen. Hier is die. Nee, toch? Mag dit nu al? Nee. Wauw. En waar eindigt onze dag vandaag, meiden? Gamma. Gamma. Oké, net bij Gamma, mijn kleur, holle wand, dingen, zoiets. En nog iets gekocht. Een douchewisser. En ik heb net vel gedumpt. Maar ik heb dus een pas nodig. Dus ik moet mijn VVE even regelen dat ik dus een pas heb. Zodat ik grof vel weg kan doen. Maar ja, ik heb het dus nu in Hoofddorp. Alleen, die bakken zijn zeg maar bedoeld voor gewone vuilniszakken. En niet voor blauwe, weet je wel, die hele grote. Dus bij deze, sorry Meerlanden, ik heb het er helemaal in gestout. Alleen, ik krijg de deksel niet meer omhoog. Nou ben ik sowieso kippie, dus ik heb niet zo heel veel kracht. Maar ik krijg hem ook niet meer open. Maar de zak zit erin. De vraag is of er iemand nog iets in kan doen. Maar ik heb mijn best gedaan. Sowieso moet ik gaan scheiden dus in mijn huis. En ik vraag me af hoe ik dat nou het beste kan doen. Want ik ga geen 4 prullenbakken nemen. Dus hoe ga je dat dan doen? Hé, ik zie daar wel een vuilbak. Maar ja, gaan doen. Het moment. Ja, dat is een goeie. Maar ze lijken allemaal op elkaar. Denk ik. De berging. We gaan kerstspullen. Trouwens, dit is veel te groot, of niet? Past dat wel? Dat past wel. Joh. Maar eigenlijk vind ik dit niet. Nou ja, het is wel gewoon praktisch, want hier kan je veel in kwijt. Oké. Dan gaan we hier de decoratiespullen van kerst in doen, want die gebruik ik nu echt niet. Ik denk dat we die tas gewoon erin kunnen zetten. Jou aangeeft. Ja, leuk. En die komt dan. Kijk, hoe komt die hier aan? Kijk. Druk ze op het handje. Leuk. Oké, moet je uit? Meer op dat ding. Ja, dit is allemaal joh. Het moet gewoon hier op. Sorry. Kijk, dit is helemaal in te richten. Het is geen etalagekast. Kijk! Oh my god. Hoe kom je nou allemaal aan zo, joh? Ja, weet ik eigenlijk niet. Oh, dit is ook... Dit kan ook weg. Kijk, wel mooi, dit is van mijn moeder. Dit... Kijk deze. Ken je deze? Wacht. Let op. Oh ja, dat gaat bijna weer in. You're making me want to come on and Leuk. Ja, leuk. Oh.
Ja, dit is toch leuk. Maar wacht, er zijn er drie. Acetion. Action, ja. Acetion. Klinkt nog luxe. Ja, dat klinkt nog luxe, ja. Oh. Dit is, maar dit doe je dan in een glas. Wow, dat niet breekt, joh. Maar wat is dit? Nou, Marit heeft een nieuwe zaak ontdekt. Het heet... Kippie. Kippie met knoflook. Mm. Even laden voordat we gaan schilderen. Schilderen. Nou, dan gaan de groentjes hoor, met verf. We gaan er zelf afplannen. Dat is toch helemaal niks voor mij. Ik was een beetje in paniek. Want het leek er niet op. Ja, dan ga je alle papieren vergelijken. Want dat is flexen. Want dat is geen flexen. Meen je niet? En ik zei nog gamma. Dus ik heb wel uiteindelijk het goede gedaan. Nee, het is wel hetzelfde. Zie je? Zo snel mogelijk, maar dit komt op binnen een minuut. Ja, maar kijk, ik heb het er nu een beetje in gedoopt. Ja. Dan doe ik gewoon zo. Een klein beetje, ja. En dan een beetje zorgen dat het overal is. Wat vind je van de muur? Oh, mooi. Pas precies bij de vloer. Ja, ja. Dat ook wel. Precies, precies die kleur, ja. Leuk, echt leuk. Leuk, ja. Hè? Dus we gaan zo nog een stukje overheen. Ja. Leuk, hè? En dat wandje, en dat gaan we dan nog doen. En dan gaan we wachten tot het droog is. Oké. Okay. Nee. Bob, wil je iets leuks horen? Nou. Oké, okay, nou komt het, ja? Eerste was beschimmeld, toch? Ze zegt, ik heb nog wel wat. Komt ie, hè? Ik doe het open. Leuk. We hebben het niet open. Dit is niet leuk! Ik kan in die kamer niet doen. Bob? Bob? Bobby? Bobby? Nee, Bobby? Ik ga niet meer verf af. Bobby? Voor al het pesten. Ik ga niet meer verf af. Oh, nou, daar ga ik dan met een extra roller van Bob de Latex Spuiter. Thank you. En verf, aangezien mijn moeder niet goed had gekeken. En dan ga ik nu de slaapkamer schilderen. Ja, het is inmiddels 4:15 en ik wil om 6:00 klaar zijn. Daar zijn we dan. Het is klaar. Kijk, resultaat. Je kan ons... inhuren. 061. Dan moet je het zo. En hier is de andere kant. Daar heb je meer zonlicht en daar komt dus de tv. En we zijn finito voor vandaag. Yay. En dan hebben we het kleine stukje van de slaapkamer hebben we ook geschilderd. Want dit stukje zat een kast. Dus dat was een... Maar, hè? Hoe zit dit? Oh, dat is schaduw. Dat was dus grijs, dus dat hebben we wit gemaakt. En morgen wordt dan alleen nog maar de keuken gedaan. Dus de muur. Oh, dit is mat. Hé, dit is leuk. Weet je wat we hiermee kunnen doen? Met dit kunnen we die ruitjes hier zo doen. Dat kan. En nu hebben we het voor gezien. Morgen, rip uit mijn lijf voor al het verven. Spuitverf. Ja, maar je moet ook nog verf. Je moet dus nog verf kopen. Waarom? Grondverf en... Waarom? Waarom voor het kastje? Dat is duur, hè? Oh, 1 liter. Een kleintje, man. Oké. Je moet de grondverf eerst. Ja. Hey, moeders. Zijn wij klaar? Ik moet een grote betaling gaan doen.
staat mooi, hè? Ja. Echt mooi. Ik was heel benieuwd hoe het eruit zou zien. Dit is echt een robot plus. Het is helemaal aangekoekt. En dat probeer ik nu weg te halen met dit. En dat is spierpijn. Deze spiegel die zat dus omgedraaid, waardoor die veel te hoog was. En ik kon mezelf niet dus zien. En nu is hij. Kijk, het is dus andersom. Dan kan ik in ieder geval mezelf zien. Want dat omhoog, dat, hij was zeg maar hier. Dat was hoog. Maar ja. Dit is toch... Nou, het laminaat, moet je kijken. Hoe mooi. Echt super mooi. En met die muur. Ah! Kijk. Ik snap niet dat ze het zo donker hadden. Dat ze die vloer zo donker hadden. Want het is veel lichter nu. Dus zo ziet het er nu uit. Ze zijn tot en met hier gekomen. Dus ze hebben al een stukje gang gedaan. Tot hier. En dan nog een stukje in de slaapkamer, want dat hebben ze dan gelijk meegepakt. En dan morgen om 8 uur afmaken de hal, slaapkamer en de plinten. En dan moet ik even kijken of die plinten nou genoeg is, omdat hier heb je zeg maar een muur. En daar zaten die plinten op. En die plinten zijn ook een beetje, ja, zeg maar mijn plakplinten zijn heel dun. En dat ga je niet, dat snap je? Je gaat het zien, dat stukje. Want als ik dit er tegenaan hou, zie je dat dit ga je zien. Met een plintje erbij, dat ga je niet kunnen dekken. Zie je? Dat ga je nog steeds kunnen zien. Dus ik moet toch wel die oude plinten erop gaan zetten. Nou ja, ik kan in ieder geval heel veel terugbrengen. En dat bespaart me heel veel geld. Dus dat is top. Alleen weet ik niet meer, de plinten allemaal, die liggen overal. Nu ga ik wachten op moeders en dan gaan we door om naar de gamma, tie-wraps halen en een net voor Cheetah. En dan ga ik hier even stofzuigen. Oké, het is vandaag, wat is vandaag? Zaterdag 17 oktober. Ja, en ik wil. Ja, en ik wil een boterham smeren, maar ik heb al mijn beleg al daar. Dus wat kan ik nu op mijn brood doen? Al beleg van hier. Van hier. Van mijn moeder. Ja. Maar wat kan ik. Ik heb alleen maar boter. En kaas toch? Hoor. Ja, maar kaas, ik heb geen zin. En dan neem je pure chocola. Dat heb je zo gekocht. Jij mag de pure chocola. Oké, dus dan neem ik chocolate. Nou, kijk. Hier is al gelegd. Ze zijn daar druk bezig met de slaapkamer. En ik heb mijn spiegel. En dan ga ik nu alle verhuisdozen van beneden naar boven halen. Waaronder mijn kleren en zo. En dan kunnen we die alvast hier uitstallen. Oké, ik ga dus voor het eerst in een andere auto rijden. Nou heb ik wel eens in die van mijn moeder gereden. Dat is automaat, dat durf ik nu niet meer. Maar ik ga dus in een Ford rijden. Van de vriend van mijn zus. Omdat die is groot en we gaan de meubels ophalen. En dan ben ik heel benieuwd. Ja, het is gewoon een schakelbox. Het moet gewoon kunnen, maar ik vind het toch wel een beetje spannend eigenlijk. Maar ik doe alsof ik het niet spannend vind. Want dan kunnen wij de meubels halen en zij door met laminaat. Efficiënt. Ja.
Het gaat goed, toch? Het gaat zeker goed. We moeten even wennen aan die koppeling, zeg maar. Ja. Maar je voelt je veilig? Ik voel me veilig, behalve als je naar mij loopt te kijken. Lekker verantwoord filmen dus. Dus okay, gewoon lekker niet. Oké, we gaan nu naar Leen Bakker en dan Nubbels. Oké, ik zet hem uit, want hij wiebelt te veel. We hebben de pizza uitgeprobeerd. Ik bedoel de oven. And it's good, it's all good. Wat we nu gaan doen, is de plinten uitzoeken, de meubels uitpakken en in elkaar zetten. Ja. Oké, jij gaat het beter, denk ik. Ga jij maar even hier staan. Ga jij maar even vasthouden. Ja, ik hou hem vast hier. Aan vast, maar dan moet je er wel af. Ja. Jij gaat in die kant. Je hebt wel gelijk, maar ik weet niet... Die van mij hangt namelijk. Ja, ja. Ik denk dat je dit moet doen. Dat je er achterlangs... Hey. Oh my god. Ik hoorde hem. Ik heb hem, sorry. Wanneer je er niet bij kan en het wel gebruikt, hoe ga je het opplakken dan? Nou, ten eerste moet ik even een zo'n mesje hebben. Dan ben jij die oven, dus dan kan ik dat rare ding doorleggen. Ja, en hoe ga je het opplakken dan? Want je dat bent te klein. Komt goed, dat doe ik wel. Het lijkt even opgemeend te worden binnen. Oké, terwijl mijn moeder plakfolie gaat doen, wat zij denkt waar ze wel bij komt, ga ik de kast schoonmaken. Want de slaapkamer is al helemaal af. En ze zijn nu bezig met berging op. Daar heb ik al een ondervloertje neergezet. Dus dan kunnen ze dat afmaken. En dan is het afwerking, plinten en is laminaat klaar. Zie het. Het laat toch los. Moet je nee, dat met... Het laat niet los. Okay, er staat er helemaal niks van. Ja, ik laat je met rust. Doei. Wat suggereer je nou? Dat ik geen planten verzorg? Kijk, nou leuk! Ik hou hiervan, van dit. Dit is toch leuk? Maar dat staat gewoon op het plaatje. Het heet VB, maar ik zocht dus wat VB was. Nou, misschien is het wel deze. Hoeveel moet je daarvan hebben? Oh hier, VB. Het is niet die. Het is, hij ziet er zo... Wacht, ik had hem net. Deze. Ja, kom dan maar. Ja, maar jij doet maar wat. Nee, ik doe niks, maar wat. Ik... Oké, ik vertel het. Nee, hij moet in de buitenste. Ja, maar hier. Het begint bij de gleuf. Dus... Bij de gleuf, dus die, ja. Dat popt hier? Ja, daar moet hij in. Boor je nou gewoon door mijn laminaat heen? Nee. En dan is de volgende. Is hier en. Komt er daar nog in? Buitenkant. Kom maar even hier met het voor. Dit moet niet op die. De buitenkant. Ja, dus die niet, maar hier. Het geeft, dan ja. Kan ik kijken. Ja, dat is prima. Dat is een ja. Deurtje van een kast. Echt. Oh, dat is. Ja. Maar dan moet het wel staan hoeveel. Dat is gewoon de wandmontage. Weet je dat dit voor in de wand is? Dat is om dat ding aan de wand te kunnen zetten, eventueel. Volgens mij hoeft dat niet, hoor. Laten we dat even.
Oké, dan ga ik... Nou ja, laat even. Ik bedoel, er staat helemaal geen beschrijving hoeveel centimeter dat vanaf is, toch? Ik denk dat het als ondersteuning biedt, maar ik vind het een beetje raar. Ja, beetje... Kijk, hier zie je het. Hier komt hij tegenaan, lijkt. Maar daar doe je niks mee, dus dat is raar. Ja, is toch raar? Hier. Hier heb je dat ding weer. Ja. Maar wat staat er hierbij dan? Beugel zowel aan de kast als aan de muur bevestigen. Om kiepen te voorkomen. Maar ja, als je het gewoon kantelt, ik snap het probleem niet. Maar goed.